Je kunt met een lange wapenstok iemand een ruitjesmotief op zijn rug slaan als hij doorgesnoven is. Maar daar merkt hij in dat geval dus heel weinig van en loopt dus ook gewoon door. Hoe meer die gasten in de belangstelling staan door hun gedraging, hoe meer ze erop kikken. Als ik met mijn kop op de krant zou staan, dan zou ik me doodschamen. Dan zou ik 2 maanden met een kartonnen doos rondlopen. Die jongens die kopen al de krant op. Kijk, en die zijn teleurgesteld als ze in de krant niet staan. Ja, ik sta er niet in. Deze club mensen is totaal niet meer voor reden vatbaar. We hebben in Hoek van Holland gezien dat zelfs het vuurwapengebruik van de politie deze mensen niet kan stoppen. Dan moet je daar wel onconventionele middelen tegenover kunnen zetten.